De EBU legt inderdaad heel wat eisen op. Een van de nieuwe eisen, maar dan gaat het niet meer over de locatie, is dat er vanaf volgend jaar verplicht een preselectie moet komen in alle landen. We hebben het daar al over gehad ten tijde van het Songfestival in Düsseldorf. Je hebt toen gezegd van wij gaan voor de minimalistische interpretatie. Dat betekent één artiest aanduiden en een tweetal nummers laten zingen. Blijven jullie daarbij? Wel, dat is heel duidelijk. Er zijn twee dingen heel duidelijk. Eén, hetgene wat je zegt, er is nog geen goedkeuring van de EBU. De reference group heeft dit nog niet goedgekeurd. Het is ook zo dat er, als er een concrete goedkeuring komt, moet er nog een timing worden afgesproken. Die is er nog altijd niet. En wat betekent het dan precies? Dan moeten ze moeten het in concrete rules omzetten. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Dat is één. En een tweede, is het zo dat wij bij ons standpunt blijven dat wij één artiest gaan afvaardigen naar het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En het klopt dat wij dat zo minimalistisch gaan invoeren, mocht het eerste vervuld zijn. Want wij willen, we hebben nog maar één keer de kans, die eigenlijk al die jaren bestond, hebben we maar één keer de kans benut om zelf een artiest met een song af te vaardigen. Dat is ons eigenlijk niet slecht bekomen. We willen maximaal gaan voor dat scenario. We gaan ons absoluut ten alle tijde schikken naar de regels van de EBU. Maar we gaan dat doen op de manier waarvan wij vinden dat dat de goede manier is. En, zoals ik gezegd heb, die regel is nog niet in rules omgezet. Is nog niet vigerend. Het is nog geen regel die van kracht is. En de VRT heeft een stem in de reference group tegenwoordig. Zit er een veto aan te komen? Er wordt niet met veto's gewerkt, er wordt gewerkt met meerderheid. Dus met andere woorden, er is geen sprake van veto's binnen de reference group, nog binnen steering groups, whatever. Okay.